ben Godfried Willem Raes. Ik sta hier in mijn eigen terrein, laat ik maar zeggen, de concertzaal, de tetraeder van Stichting Logos. Midden tussen het robotorkest wat ik in de laatste 20 jaar heb opgebouwd hier. Het is een volautomatisch orkest dat programmeerbaar is, interactief kan werken met mensen. En je kan dus hele complexe nieuwe ideeën in muziek gemakkelijker gerealiseerd krijgen door op automaten beroep te doen, dan als je dat met orkesten zou gaan doen van, want ik heb hier toch 46 robots staan, stel je voor het equivalent van een orkest van 46 mensen. Dat is geen lachen ding om samen te krijgen en om te betalen. Er grijpen dus heel veel concerten plaats, een 100-tal per jaar. Altijd van alleen maar experimentele muziek, dus alleen maar niet-commerciële dingen en zo, maar heel internationaal. We zouden met het orkest graag nog heel veel meer naar buiten komen en andere podia versieren, maar dat is niet zo eenvoudig precies in dit land. Een beetje aan de bak te komen. Maar ja, goed. Het is bij nu ook een productie in de Gentse Feest die met radars is en met een hele cast van dansers en danseressen. Wij doen eigenlijk niks liever dan onze zaak voor de voeten van het publiek te gooien. Voor mijn part op Thorhout Werchter zelfs.